Hallo, ik ben Els van Loveren, productmanager melkvee bij AVV Veevoeding. Het is momenteel een moeilijke tijd. De coronacrisis heeft een zware economische impact. En dit heeft ook zo zijn gevolgen voor de landbouwsector en de melkveehouderij. De prijzen van de zuivelgrondstoffen daalden, waardoor ook de melkprijs onder druk kwam te staan. Hierdoor dalen de opbrengsten op het melkveebedrijf. Maar ook aan kostenkant werkte de coronacrisis tegen. We zagen een forse stijging van de eiwitgrondstoffen, wat zich ondertussen gelukkig gestabiliseerd heeft. En ook de prijzen van specifieke vitamines zoals biotine en vitamine E vlogen de hoogte in. Wij zijn als voerleverancier bezorgd over je rendement. En daarom bekijken we graag hoe we je voerkost kunnen drukken. De focus ligt hierbij op het behouden van de productieresultaten. Er zijn verschillende zaken die we kunnen overwegen. Een eerste optie is om iets scherper op de eiwitnorm te voeren. Belangrijk hierbij is dat er wel aan de DVA-norm wordt voldaan. Dit is nodig om de productie op peil te houden. Er zijn verschillende manieren om die toe te passen in de praktijk. We kunnen het eiwitniveau van het basisrantsoen aanpassen door iets minder eiwitkern te voeren. Het ureumgehalte in de melk is een goede parameter om te beoordelen wat er kan. Een andere mogelijkheid is om met een ander productiekrachtvoeder te werken, met een lager eiwitniveau. Hiervoor hebben we twee rendementsvoeders ontwikkeld, namelijk Premium Start R en Premium Plus R. Ook hier leggen we de focus op het behoud van de DVA en een maximale aanmaak van eiwit in de pens. Verder is het de vraag of het gebruik van gehalteondersteunende producten nog interessant is. Producten op basis van pensbestendige vetten hebben namelijk zeker hun nut in de zomerperiode. Ze leveren koele energie, wat de gevolgen van hittestress beperkt. Ze gaan namelijk de gekende productiediep tegen. Maar deze producten hebben ook een kostenplaatje. Daarom is het belangrijk om te kijken in functie van het productieniveau en de melkprijs of deze producten op jouw bedrijf nog extra rendement opleveren. Hier kijken we graag met je mee. Als ze geen extra rendement opleveren, moeten we kijken of we ze tijdelijk niet beter uit het rantsoen laten. Dan kunnen we ook eens kritisch naar de mineralenvoorziening kijken. Bij een ruim aanbod in het rantsoen kan dit op korte termijn beperkt worden. Is de mineralenvoorziening daarentegen nu al scherp, is dit geen goed plan. Mineralen en vitaminen zijn belangrijke bouwstenen in de algemene gezondheid van je veestapel. In de rantsoenberekening kunnen we gemakkelijk checken of er aan de behoefte van mineralen en vitaminen voldaan is. Ten slotte kunnen we ons de vraag stellen of de laatste kilo krachtvoer nog rendabel is. Verse gekalfde koeien moet je goed voeren om ze te ondersteunen in de melkproductie en de negatieve energiebalans. In de opstart gaat krachtvoer besparen daardoor snel ten koste van de vruchtbaarheid en de productiepiek. En daarom is dit af te raden. Eens de koeien goed aan de melk zijn, kan de krachtvoertabel wel aangescherpt worden. Zoals je ziet zijn er veel mogelijkheden om de voerkost scherp te houden. Onze voedingsadviseurs denken graag met je mee.